deze video voor extra geluk en negeer voor een nachtmerrie. Mijn naam is Dutch Schuber en vandaag is het een speciaal moment. Het is namelijk bijna 12 uur 's nachts. Het is 2 voor 12 om precies te zijn. En als het 12 uur is, ga ik mijn voicemail bellen. Volgens verhalen zou er namelijk een speciaal bericht klaarstaan voor degene die om 12 uur 's nachts naar zijn voicemail luistert. Hallo? Mag ik pizza bestellen? Ik heb dus nog even geduld nodig. Dom idee. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik kon weinig over deze creepypasta vinden. Alleen dat het een bericht is wat je liever niet hoort. Ik waarschuw dus ook iedereen. Kijk deze video op eigen risico. En eet ook donuts op eigen risico. Ze zijn suikerig. Sinds wanneer ben ik voedseldeskundige? Nog precies 1 minuut. Ik moet zeggen, ik luister eigenlijk nooit naar mijn voicemail. Ik krijg ook niet echt vaak berichtjes. Het is laat en ik ben nog niet eens moe. Ja, ik zie er raar uit als ik nog niet moe ben. Hebben jullie dat ook niet, dat als je ergens op wacht, dat iedere minuut gewoon als een jaar voelt? Nee, ik ben de enige? Oké. Nee, maar serieus, als je ergens op wacht, dan duurt het gewoon langer. Come on. 12 uur 's nachts. Oké, snel, 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 snel. Het moet echt om stipt 12 uur, staat er op het internet. Doe dit niet na. Oké, there we go. Ik bel nu mijn voicemail. U heeft 1 nieuw bericht. Eerste nieuwe bericht. Oké, moet ik nu op de 1 drukken? Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt een melk. Nee, nee. Oh my gosh, dat is creepy. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een vissenkom. Nee, Bob, een schaap. Dat rijdt niet. Dat was pittig creepy. Maar weet je wat het probleem is? Vaak als ik op het punt sta om dit soort video's op te nemen, dan informeer ik mensen daarover. Dus dan zeg ik van, hé, ik ga vanavond een enge video opnemen. Hé, hé. En ik heb gewoon het idee, had ik ook bij de vorige video trouwens, dat dan vrienden of vriendinnen van mij met hun klauwen aan mijn telefoon zitten. Handen, Job, handen, klauwen, dat klinkt niet aardig. En dat ze dan dingen veranderen en dit doen. Wat ik op zich fijn vind, want dan heb ik een leuk video. Maar het is wel eng. Ik heb schoon onderbroek nodig. Ik ben trouwens echt iemand die nooit voorzichtig met zijn telefoon omgaat. Je gelooft het niet? Nou, meen het wel? Wauw, dit is een korte video. Ik bedoel, ik heb op zich een bedtijdliedje gekregen. Dat is nice. Kijk, het ding met een voicemail is, je kunt hem zo vaak opnieuw luisteren als je wilt, maar er zal niet echt iets aan veranderen. Ik bedoel, het is een voicemail. Je kunt het bellen, je kunt luisteren, maar meer kan er niet gebeuren. Wat? Hé! Hey! Sinds wanneer kan een voicemail je opbellen? Dat kan je toch? hallo? Is dit het bedtijdmeisje? Ah, oh, man, dat klonk niet nice. Kan jij wel zingen dan? Ja. Sorry van de tv. Bob is irritant, maar ik heb wel een coole trui. Hij is roze. Oh, ik verrekte een spier. Op een plek waar ik niet eens wist dat ik een spier had. Dus ja, ik ben gebeld door een voice. Bro, oké, luister, nu wordt het wel eng, man. Ik word weer gebeld door mijn voicemail. Dat hoort niet eens te kunnen. Ga ik weer dat kleine meisje horen zingen? Luister, ik heb hier geen zin. Hallo, is dit Dutch Tuber? Goedendag, hallo. Heb jij met je voicemail gebeld? Ja, ja, ik belde mijn voicemail. Kan je maar uitleggen waarom je dat deed? Ja, gewoon het. Ik maak een video. Heb je net een meisje gesproken? Ja, die heb ik gesproken, net. Dat was uw dochter. Zoiets, dus bel je voicemail niet meer. Maar wacht, wat bedoelt hij daarmee? Opgehangen. Oh, nu is het nog engerder. Enger. Het is enger. Ik ben bang. Moet ik vaker dit soort enge challenges doen? Ik heb wel iets minder engs. Soms dan kom ik op plekken waar ze dingen verkopen. En dan neem ik het mee. In dit geval... Ah... Ik heb een ponyschudding. In dit geval een mega gummy. En ik ga deze helemaal opeten. In mijn eentje. Dat moet je echt niet doen om 12 uur 's nachts. Ik denk echt dat als je een dokter dit zou vertellen, dat hij zou zeggen... Wat precies is er mis met je? Nou, dat wil ik al heel lang weten. Het is eigenlijk best wel erg. Ik hou eigenlijk helemaal niet van gummy. Ik hou wel van late night snacks. Alleen dan niet een halve kilo suiker. Meer dan een halve kilo. Wees vrij! Oh nee, nu zit hij onder de kruimels. Dit ding is zo on... Hé, niet zo hangerig. Dit ding is zo ongelooflijk groot. Het is bijna even groot als mijn hoofd, ja. En dat is een prestatie. Over prestaties gesproken. Als ik zo'n hoorn eraf bijt, dan heb ik wel iets wat ik van mijn bucketlist kan strepen. In mijn hoofd was het een betere ervaring. Oh, hoe lang zit deze al in de doos? Oh, 1,5 jaar. Ja, dat verklaart het. Op zich, voor iemand die niet van gummy houdt, is het best wel te doen. En het is een goede afleiding. Vooral als je net hebt gebeld met een spookmeisje wat je in slaap zingt. Ik heb een raar leven. Sorry, unicorn. Ik wil je een kusje geven. Maar mijn tanden willen wat anders. Dat is een best wel naar kusje. Zouden al deze kleuren anders smaken? Nee, smaken letterlijk allemaal... Wordt weer gebeld door mijn voicemail. Luister, of je nou de moeder bent of het meisje, ik heb geen zin om te... Oh, het is grappig. Een jongen die om 12 uur 's nachts in een roze sweater een pony eet is grappig. Laat me met rust. Please. Er stond trouwens nog iets over deze creepypasta op het internet.
Ja, vertel het dan in plaats van dat je eet. Ja, sorry, ik heb honger. Er stond dat je voicemail luisteren om 12 uur 's nachts niet de bedoeling is. Maar een voicemail achterlaten aan je voicemail. Dus letterlijk dat ik dit nummer nu bel. Het voicemail nummer, kan dat überhaupt? En dat ik er dan een voicemail op achterlaat. Dat zou je dus echt nooit mogen doen. Een voicemail achterlaten aan jezelf. Ja, precies. Moet ik dat in de volgende video doen? Doe een like. Sorry, pony, bank. Eigenlijk mijn bank. Heel mijn bank zit eronder. Ik weet niet waarom ik een videospelletje ga spelen. Om 12:30 s'nachts. Ik heb dit nog nooit eerder gespeeld. Maar wat schijnbaar de bedoeling is. Is je pakt ladders van jouw kleur. In mijn geval ben ik blauw. En dan moet ik proberen om mijn ladders niet echt te gebruiken. Maar alleen wanneer het hoogst nodig is. Dus wanneer ik op mijn scherm tik. Dan begin ik eigenlijk te bouwen met die ladders. Maar ik moet dat niet te lang doen. En dan ben ik bij de finish. En let's go. Waarom doe ik dit? Ik moet zeggen, ik speel eigenlijk heel weinig spelletjes op mijn. Oeh, dat ging maar net goed. Op mijn mobiele telefoon. Wat gebeurt er? Oh, ik ben ineens snel. Was dat een scheet? Het leek op een scheet. Welke kleur zou een scheet eigenlijk zijn? Ik bedoel, in cartoon zijn ze altijd groen, maar in het echt hebben ze geen kleur. Toch? Zou er een scheet-expert bestaan die mij hier meer over kan vertellen? Je ziet een schil! Maakt niet uit, we gaan het halen. En het voordeel is, kijk, nu heb ik dus een hele hoge ladder en oeh, come on, come on, come on. Is er een maximaal wat je kunt bereiken, zeg maar, aan het einde? Ik moet eerlijk zeggen, dat meisje met haar slaapliedje heeft mij een soort van moe gemaakt. En dat is een prestatie wanneer je een hyperactieve Dutchtuber op de bank hebt zitten in een roze sweater die net een eenhoorn heeft opgegeten van suiker. Geloof me. Ik bedoel, er zijn makkelijkere dingen in het leven te presteren dan dat. We zijn best wel goed bezig. Al zeg ik. Nee, waarom zeg ik dat nou? Ben ik de enige die dat vaak meemaakt? Dat als je zegt dat iets goed gaat, dat het ineens niet meer goed gaat? Klonk niet logisch, hè? Dankjewel. Oké, we zijn in een bonus level, man. Dat betekent dat we haring gaan eten? Laat in de comments weten wie houdt er van haring. Ik weet niet waarom ik dit vraag, eigenlijk wel. Omdat ik laatst een discussie had met iemand die daadwerkelijk beweerde dat hij mossels lekker vond. En ik wou het niet geloven. Ik zeg, bro, vind je snotjes lekker? Hij zegt, nee. Ik zeg, nou, ik ook niet. Maar dan vind je mossels ook niet lekker. Want dat zijn eigenlijk gewoon een soort van snotjes, maar dan van de oceaan. Ik denk dat mossels de snotjes van Neptunus zijn. Het is een soort van complot, maar ik geloof erin. Nee, maar like legit. Ik bedoel, het zijn gewoon eigenlijk een soort van snotjes met een zoute zeewatersmaak. Het is gewoon letterlijk alsof iemand is gaan zwemmen in de zee en dan zo achoo, en dat jij dan, lekker. Oh, dat klinkt echt heel vies. Waarom moet ik deze vergelijking maken? Mensen die misschien van mossels hielden, houden er nu niet meer van. Nee, maar ik heb echt niks met mossels. Dat is denk ik ook wel duidelijk na al die vergelijkingen. Maar hetzelfde heb ik overigens met slakken. Ik heb eens een keer slakken gegeten. Vraag me niet in welke situatie dat is gebeurd. Ik heb eens een keer slakken. Ik vond het niet lekker. Maar er zijn dus schijnbaar echt mensen die in de rij staan van oh, slakken. Ik bedoel, zeg maar, als ik naar de McDonald's ga, dan snap ik dat er soms een rij is. Vooral bijvoorbeeld een zaterdag. Of ja, hier in Antwerpen is het vaak zelfs op maandagochtend druk. Maar oké. Ik bedoel meer te zeggen, ik snap het, want het is lekker. Oké. Het is misschien niet goed, maar het is lekker. Maar dat kan ik niet echt zeggen van mosselen. Zou er een mosselburger bestaan? Oh my gosh, dat klinkt als de fastfood van de oceaan. Laat in de comments weten wat voor soort eten lust jij gewoon echt niet. Ik bedoel, ik ben echt serieus de makkelijkste eter die er bestaat. Ik lust eigenlijk alles wat te verteren is. Mijn grens ligt gewoon bij mosselen en paddenstoelen. Champignons. Ah, ik ben een champion, maar ik lust geen champion. Ja, nee, dit is de reden waarom mensen niet met me willen praten. In ieder geval, waarom speel ik dit nog? Hey, het scheetje is terug. Ja, nee, daarom speel ik het. Als mensen mij vragen, Job, waarom speel je dit spel? Hij laat scheetjes. Heb je een betere reden nodig? Ik ben af. Genoeg gespeeld. Voor meer spannende video's, even liken. Voor meer eenhoorns, ik ga zijn gezicht eraf eten. Oh, dit ziet er zo erg uit. Nu moet je neus ook weg. Meer liken. Wat ik niet snap. Ze zeggen dat je druk wordt van suiker. Maar om heel eerlijk te zijn. Ik merk er maar weinig van. Like. Adios. Oh, dat was een dom idee.